Wie heeft het beste schot? Kos. Kos en een brommer, denk ik. Kos en een brommer, hoe dat ja. Ja, eigenlijk een brommer. Hoe dat je die in de zoestand een bal op een bal ziet treppen, dat is abnormaal. Kos stemt zo het hart. Het is gewoon ook elke keer zo. De brommer is schot. Ja, het beste schot, denk ik. Ja, het efficiëntste. Dus. Ja, voilà. Dus die gaat. Inderdaad. Meestal. 9 van de 10 gaat die een bal binnen. Ja. Die valt ook zo heel snel naar beneden. Ja. Als hij niet momenten heeft. Ja, met momenten. Met momenten ja. Ik denk dat het hardste sowieso kost. Ja. Want dat je die soms naar de goal ziet schieten en echt. Ja. Maar die shot ook gewoon naar de goal. Die probeert niet te. Ja. Puur op het schot denk ik de brommer dan. Afwerking is ook niet per se, want afwerking zal Ruben wel gewoon weten van, voor echt gewoon een goal te maken, maar de brommer die in de opwarming of zo de goal niet treppen, dat is echt niet normaal. Ja, maar dat is ook van die zwiepschot. Ja, dat is echt niet normaal. Ik denk, echt, puur op schot, gewoon de brommer denk ik. Ja. Fokken is ook wel goed, met zijn schot. Je zal ook wel weten waar het in de bal kan steken om een goal te maken. Zwaar. Kos. Ja. Kos vind ik. Deze schot is echt. Ja. Echt hard. Echt goed. Ja, dat moet ik gewoon zeggen. Dat is wel goed. Dus, wat zou je er zeggen, de Ruben? Dat hij wel met rechts als met links wel echt heel goed de goal hebt. En heeft dat hard, maar ook geplaatst. En dat vind ik wel. Dat is wel een kwaliteit op zich. Dat spits is er handig. Ja, zeker. Dat spits er in de. Nee, dat is lekker goed. Kos. Maas. Ja, de Maas. Ik heb met een vreef, keihard is er ook een keer. Als je dat kunt, dan kun je zo gauw doen. Ik zie de kos. Stalwaard, altijd goed in het hoekje. Kan niks aan doen. Ja. Aars. Ah. Oké, als je de kos, man. Ja, ja. De kos is zo'n speciaal schot. De kos, ik kan inderdaad hard aan een bal. Maar de Ruben, ja. Ik weet nog dat dat de Ruben 16 jaar was. Dat je die zag hier elke week naar de goal shotten, met links, met rechts, dat je dacht van juist. Met links en rechts, hè. Met rechts is mijn houten been, dus nee, voor mij de Ruben.